Ik heb het soms de indruk dat we in onze maatschappij wetenschap en spiritualiteit als twee tegenovergestelde ervaren. Ja, ja. Maar in mijn beleving is dat niet zo. En je merkt ook dat het langzamerhand wel dichter bij elkaar komt. Wij zijn natuurlijk in de tijd van de verlichting, weet je, kwam ik denk dus ik ben. Dus toen kwam de ratio op gang. Dus de wetenschap, hè. Ja. En dat zijn we belangrijk gaan vinden. Daarmee, vroeger was spiritualiteit natuurlijk stond één op één samen met de religie. Ja. En ik heb het idee dat wij nu in een tijdperk leven waarin we dat loslaten. Spiritualiteit is wat mij betreft gewoon het onderzoek naar het grotere bewustzijn. En de wetenschap heeft daar gewoon een rol in. En wetenschap loopt per definitie altijd achter de waarheid. Ja. Want de wetenschap die wil iets bewijzen. Maar ja, de aarde was al, is. Ja, de aarde was al rond voordat we bewezen konden dat die rond was. Ja. Ja. Hi, welkom bij de Metamorfose podcast. Mijn naam is Iris Sturgeon. En vandaag ga je luisteren naar het verhaal van Rianne. Rianne heeft zich gespecialiseerd in human design. Ik heb van haar mijn human design profiel gehad en uitgelegd gekregen. Met een mooi boek erbij en inspiratiekaarten om er vervolgens ook iets mee te doen. Wat is human design? Dat ga je in deze podcast natuurlijk horen. En ik zal wat fragmenten laten horen van de uitleg over mijn profiel. Wat ik mooi vind is dat wetenschap en spiritualiteit bij elkaar komen. Ik heb in het verleden best veel instrumenten geleerd, waaronder DISC en TMA, waar ik altijd heel enthousiast over ben. Maar ik denk dat dit nog verder gaat. Ik ben er in ieder geval erg enthousiast over. Naast de uitleg over human design gaan we natuurlijk ook luisteren naar het verhaal van Rianne. Hoe haar spirituele pad is geweest, welk pad ze heeft gelopen, wat heeft ze gedaan, hoe is ze in aanraking gekomen met human design en wat doet ze tegenwoordig daarmee. Blijf ook even tot het einde luisteren, dan leg ik je uit hoe jij in het bezit kan komen van jouw human design profiel met korting bij Rianne. Veel luisterplezier! Nu over naar jou, Rianne, na jouw mooie verhaal over mijn human design chart, waarvoor dank. Ik ga straks alles nog een keer rustig bestuderen. Ik vind het in ieder geval echt heel erg mooi en herkenbaar. Maar waar ik nou zo benieuwd naar ben, is hoe ben jij met human design in aanraking gekomen en waarom ben je dit gaan doen? Ja, dat is een verhaal vol met synchroniciteiten. En er was geen enkele, niet bewust, geen intentie. Het is op mijn pad gekomen, letterlijk. Tot en met 2016 heb ik in de corporate wereld gewerkt. Vanaf 2011 mijn eigen bedrijf, marketing consultancy. Yeah. Dat is echt totaal iets anders. Yeah. Hoe heette dat? Had je Heroes. Heroes, ja. Okay. En dan schreef je H3 Roes. Oh ja. Yeah. En de H3 stond voor hoofd, hart en handen. Samen met twee compagnons. Ja. Yeah. En echt puur gewoon strategische marketing consultancy klussen. Eind 2016 had ik een hele grote opdracht afgerond. En toen zat ik een beetje in een is dit het nou fase. Mm-hmm. Ik was 40 geworden. Ja. Ik dacht, ja, ga ik dit nou nog 30 jaar doen? Ik weet het niet hoor. En toen heb ik besloten om sabbatical te gaan. Ja. En de bedoeling was een half jaar door Australië reizen. Ik ben single, ik heb geen kinderen. Dus weet je wat dat betreft zo vrij als een vogeltje. Ja. Dus ik ben in januari 2017 naar Perth gevlogen. West-Australië, auto gekocht. En gaan reizen en het was afschuwelijk. Oh, echt waar? Oh, ja. Ik wou net zeggen, oh, wat gaaf. Nee. Zo eenzaam. Ik ben zo diep gegaan. Oh. Ja. Ik heb 7 weken volgehouden, maar uiteindelijk was ik elke dag aan het huilen in mijn tent. Oh. Nee, dit was helemaal niks. En toen een vriendin van mij die zei van, joh, waar ben je nou mee bezig? Toen dacht ik, oh ja, weet je, dit is het niet. Dus nee. Plan B. En toen ben ik naar Bali gevlogen. En ik dacht, ik ga hier even landen en dan verzinnen wat ik hierna ga doen. Bijkomen. En ik was in mijn tweede of derde week in Bali. Mm-hmm. En toen reed ik rond lunchtijd naar een restaurantje. Yeah. Op een scooter, dat doe je daar in Bali. En ik liep het restaurant binnen, alles was bezet. Buiten was er nog één tafeltje met een bankje. En op dat bankje zat een oudere man. Maar die andere plek was vrij. Dus ik vroeg aan hem, mag ik hier zitten? En hij zei, ja prima. En die man, als we die nu zouden tegenkomen, zou je denken, nou wat een zwerver. Yeah. Weet je wel, gaten in zijn kleding, blote voeten, lang grijze haar, heel doorleefd gezicht. En dus ik was hem een beetje aan het bestuderen. Hij zat in kleermakerszit, grote glas gemberthee. Nee. Oh. Westers, maar ik wist niet wat. Okay. En hij zat daar heel erg zen te zijn.
En dus ik was een beetje naar hem aan het kijken. Nou, dat voelde hij blijkbaar. Dus we kregen ook contact en toen zijn we aan de klits geraakt. En dat bleek een Nederlander te zijn. Mm. Coram woonde al 30 jaar alternerend op Ibiza en Bali. Ja. En we raakten aan de klits en ik was gewoon gefascineerd door die man. Een beetje vol levensverhalen en fantastisch. En hij op een gegeven moment, we waren denk ik al een uurtje aan het kletsen, vroeg hij, mag ik jouw Human Design chart lezen? En ik denk, Human Design, wat is dat nou? Yeah. Nooit van gehoord. Ja. Yeah. En toen vertelde hij, dus, ik heb je geboortegegevens nodig. Nou, dan doe ik ook een beetje van, weet je, ik was meteen sceptisch. Yeah. Weet je, nou, wat een zweverig gedoe. Yeah. Maar goed, 2 weken later heb ik met hem afgesproken. Ik had hem in de tussentijd mijn geboortegegevens gestuurd. Want ja, hoe laat ik geboren was, daar had ik mijn moeder even voor nodig. Yeah. En toen heeft hij 1,5 uur tegen mij aan te kletsen. Nou, en ik had echt zoiets van, hoe kan dit nou? Dat iemand die mij niet kent... En deed hij dit ook al op deze mooie professionele manier zoals jij dat nu bij mij hebt gedaan? Ja, niet helemaal met een boek erbij. Mm. Maar na afloop kreeg ik allerlei documentjes waar ik zelf een beetje soep van moest maken. Maar wel het verhaal wel. Een chart met die kleurtjes. Ja, helemaal hetzelfde. Yeah. En ook het verhaal. Yeah. Dus ik was gewoon heel erg onder de indruk. En Human Design geeft iedereen een levenstype mee. Hè, of geeft een levensstrategie mee. En bij jou is het wachten zodat je onderbuik kan reageren. Bij mij is het wachten op de uitnodiging. Ik ben van het aura type projector. Yeah. En wachten op een uitnodiging. En toen realiseerde ik me, heel veel van de dingen in mijn leven zijn op mijn pad gekomen door uitnodigingen. Uitnodiging om een bedrijf te starten. Uitnodiging voor banen. Ja, ja, ja. Ik heb nog nooit eigenlijk iets zelf geïnitieerd. Nee. Dus dat vond ik eigenlijk wel typerend. Dat zo klopte. En nou, er waren meer dingen in mijn chart waarvan ik dacht, hoe kan die dat nou weten? Zo specifiek. Dus ik was onder de indruk. Daarna hebben we afscheid genomen en we gingen over tot de orde van de dag. Ik had inmiddels besloten dat ik in Bali ging wonen. Oh ja? Ja. Cool. Ja. Ik was daar zo onder de indruk van de hoeveelheid ondernemers die via het internet hun kennis verkochten. Ja. Weet je, nu in Nederland met online programma's zie je dat natuurlijk continu, maar dat was 4 jaar geleden nog niet zo. Nee, dat is denk ik versneld zelfs door corona. Ja, zeker. Maar dat was dus niet zo. Dus uiteindelijk had ik besloten, ik wil leren hoe dat moet. Hier doet iedereen het, dus ik ga hier wonen om dat te leren. Even terug naar Nederland gevlogen, huis ondervuurd en nog wat andere zaken geregeld. Toen weer teruggevlogen naar Bali met dat de missie. Dat was nog steeds 2016. Nog steeds 2017. 2017 inmiddels, ja. En toen in augustus, ik was net 2-3 maanden weer terug in Bali, maar dan definitief. Of definitief, maar... Langer. Voor langer. Wat heb je gedaan toen je daar was, als je het hebt over mijn spirituele reis? Oh man, wat niet. Nou, ben je ooit in Bali geweest? Nee, dat staat op het lijstje natuurlijk. Ja, ik woonde in Ubud. Ja. Dat is echt het spirituele centrum van Bali. Bali is sowieso al enorm vrouwelijke energie. Ja. Maar ik zeg altijd gekscherend, Ubud is alsof je op het Happiness Festival woont. Oh ja, heerlijk. Weet je, dus alles wat je maar kan verzinnen, is daar binnen handbereik en het kost geen drol. Ja. Van heel veel type yoga, meditatie, ademwerk, sound healing, energiewerk, plantmedicijnen. Heb je gedaan? Alles gedaan. Ja? Ik heb alles gedaan. Oh, cool. Wat is jouw ervaring met plantmedicijnen? Ja, heel bijzonder. Ik heb drie verschillende types. Truffels, ayahuasca en Boeval alvarius. Dat is de frog. Al die laatste heb ik trouwens in Amsterdam gedaan. Oh. Ik was even een maandje hier. Yeah. En heel, heel verschillend. Maar het heeft mij... Uiteindelijk heb ik een tatoeage daaraan overgehouden. Want het heeft mij het inzicht gegeven... Je hebt een tatoeage van Infinity op je pols. Ja, op mijn pols. En ik was iemand die zei, tatoeages? Nooit. 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 Nee, er zat zo'n oordeel op. Maar het is hier om mezelf eraan te herinneren dat wij oneindig potentieel zijn. En... dat je je nooit mag laten belemmeren door het verhaal wat je over jezelf vertelt. Want dat is maar een verhaal. En alles waar heel wij, mooi. Ja, ja.
alles wat je van je denkt van, joh, dit is dit kan ik niet of dit wil ik niet, heb je jezelf verzonnen. Ja. En dus dat is mijn dagelijkse herinnering. Dus het gaat over oneindig potentieel voor jou. Mooi. Ja. 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 En dat is jouw plantmedicijnen. Is jouw spirituele reis op Bali, is die op basis van toevalligheden verlopen? Gewoon zo van, nou joh, check. Ik heb de plantmedicijnen gedaan. Wat hebben we hier dan meer in de speelgoedwinkel? Nee, het is natuurlijk, ik ging daar wonen. Ja. Dus je komt in een community terecht van mensen die natuurlijk ook voor dat soort dingen openstaan. Anders wonen ze daar niet. Weet je, dus we worden natuurlijk ook gewoon beïnvloed door onze omgeving. Ja, ja. Voor mij is het een gevoel van steeds een stapje verder. Zonder dat het, dat nu achteraf, hè, maar zonder dat het op dat moment zo aanvoelde. Weet je, ik begon met yoga. Dat was natuurlijk in Nederland al vrij normaal. Ja. Maar toen kwam daar yoga nidra bij. Dat vond ik al, weet je, dat is natuurlijk veel meer overgave. Hè? Of yin. Ja. Yin yoga, dat vond ik heerlijk. Maar dat natuurlijk heeft iets anders dan de yang, de kracht yoga. Nou, en toen heel veel verschillende type meditaties. En ademwerk. Mm-hmm. Dat was als, want ademwerk is bijna plantmedicijn. Ja. Weet je, je hebt type ademwerk, waardoor je ook die DMT-stof in je hersenen vrijkomt en je dus hallucinaties ziet, et cetera, et cetera. Ja. Ja, en dat, maar dat is nog allemaal met je eigen, weet je, geen hulpmiddelen, hè? Ja. Je eigen lijf. Ja. Maar steeds daarin een stapje verder gaan en nieuwe dingen ontdekken. Mm. En dat hebben we in januari 2018 gelanceerd en in april 2019 hadden we 120 klanten. En toen had ik er een beetje zo van, nou, nu ben ik hier klaar mee. Ik wilde leren hoe ik moet online ondernemen, maar ik wil niet de rest van mijn leven business coach online blijven. Online, ja, oké, sorry. Nee. Ja. Dus ik terugkwam naar Nederland. Mm-hmm. En inmiddels is wel die rugzak van mezelf gevuld met allerlei tools. Waaronder human design. Ja. Maar ergens in mij dacht ik, hier ga ik in Nederland, daar ga ik het niet over hebben. Want dat zullen ze wel heel erg vaag vinden. Ja. Ja, dus je had een lege agenda. Lege agenda en ik was elke dag voor joy. Voor joy. Nou, en omdat ik daar elke dag mee bezig was, werd dat woord groter in mijn leven. Ja. Dus ik ging met vriendinnen, als ik die afsprak, ja, wat is voor jou joy? Wat betekent dat voor jou? Ja. Maar ook als zij kwamen met, het is lastig op het werk, er is gedoe op het werk, op de afdeling. Oké, wat is hier een joy perspectief? Weet je, kunnen we er anders naar kijken? Dus dat woord werd voor mij belangrijk. En uiteindelijk ben ik daar YouTube-filmpjes over gaan maken, over joy. En uiteindelijk heeft dat geleid tot dat ik een workshop mocht geven over joy. En nou, dat was het langzamerhand werd het een handel. Ja. Het werk. En totaal overgave. Niet gepland, geen strategische doelen aangehangen of helemaal niks. Ja. Het gebeurde. Gewoon laten gebeuren. Laten gebeuren. Nou, en toen in januari 2020, toen ik volg iemand op Instagram. En die in haar story zei ze, ik ben vandaag human design tegengekomen. Heb ik iemand in mijn netwerk die hier iets van af weet? Dus ik antwoordde haar, nou, ik weet er wel iets van af. Ja. En toen heb ik haar een reading gegeven. Ja. Dat was heel ongemakkelijk voor mij. Want het was de allereerste keer dat ik het in het Nederlands ging doen. Ik heb alles in het Engels geleerd. Ja. Dus dat was, was complex. Maar, en toen zei zij van, joh, mag ik dit delen in mijn stories? Weet je, mag ik je taggen? Ik zei, nee, doe maar niet hoor, dat is allemaal, weet je. Ik had helemaal niet de intentie om hier iets mee te doen. Nee. Maar goed, dat was de eerste keer op Nederlandse bodem. Ja. En vervolgens was ik verder met joy en aan de gang. Ik heb nog een workshop voor de Libelle Zomerweek vorig jaar gedaan. Want dat moest plotseling online vanwege corona. Ging ook over joy. En in het najaar ontstond er een idee vanuit eigenlijk de klanten waar ik mee werkte. Ontstond er een vraag naar coaching. Ja. Naar begeleiden, want ik kreeg al terug, Jan, jij bent altijd zo één brok optimisme en enthousiasme en dat hele joy kleeft aan jou. Kan je mij niet een beetje helpen met wat meer joy? Ja. Want ik heb het gevoel dat ik vast zit in mijn leven, dat ik energielekkend werk of nou, whatever. Ja. Ja. Nou, en toen had ik het idee gekregen langzamerhand om een online coachingprogramma, groep coachingprogramma te starten, waar ik alle tools die ik de afgelopen jaren heb geleerd en die voor mij werkten, in een soort van 4-weeks traject met een groep vrouwen zou delen. En dat had ik met mijn beste vriendinnetje over. En die zei, mag ik meedoen? Nou, daar was de uitnodiging, projector. Ja. En toen zei ik, mag ik meedoen? Ja, zeg, vind ik hartstikke leuk. Ja, want dan moet je aan de gang. Ik moet aan de gang, iemand, En toen ben ik 4 weken later ben ik gestart. En toen heb ik 4 vrouwen die zijn met mij op reis gegaan. Kies vanuit je kracht, heet het. En om vrouwen te helpen, om vrouwen tools te geven, om veel meer vanuit hun innerlijke kracht hun keuzes te maken. Hmm. Dus niet vanuit wat de buitenwereld allemaal vindt, maar wat is goed voor jou? Ja. Want ik geloof heel erg. Gebaseerd op. Nog helemaal niet. Oh, niet gebaseerd op human design. Nee, niet in eerste instantie. Nee, oké.
Ja. Dat is natuurlijk wel een tool die ik in mijn hoofd had zitten. Ja. Maar nee, niet het idee dat ik ga zinstoffen. Ja, als je nou innerlijke krachten hebt, dan maar is dat... Ik had die link nog niet helemaal gelegd. Plaatje wat ik hier zie, ja. En toen in de tweede week, ik ben een programma gestart in november, in de tweede week... In corona. In coronatijd, november vorig jaar. In de tweede week had ik bij de coachingscalls, één keer per week ontmoeten we elkaar op dinsdagavond via Zoom, had ik het continu zat ik te kijken van wat voor type zou die persoon zijn, want dan stel ik andere vragen. Maar dat wist ik natuurlijk niet. Ja, van twee van de vier wist ik het. Dan had ik hun chart wel eens in elk geval in het systeem gezet. Ja. Maar van de andere twee wist ik niet. En toen dacht ik, nou, Rian, wat ben je nou stom bezig? Deze tool heb je ook in je rugzak. Gooi hem er gewoon in. Dus ik heb halverwege dat programma tegen die meiden gezegd van, joh, luister, we gaan het anders doen. Het programma wordt 2 weken langer. Jullie krijgen allemaal een individuele human design reading. Human design, wat? Ik zeg, ja, die snap ik, die reactie. Die had ik ook 2 jaar geleden. Of 3 jaar geleden toen. Nou, uitgelegd. Nou, en toen ben ik dat in het programma gaan stoppen. Nou, dat was zo fantastisch. Ja, dat snap ik. Dus vanaf dat moment is het eigenlijk onderdeel geworden. In eerste instantie nog verborgen binnen mijn coachesprogramma. Mm. En toen kreeg ik het idee, langzamerhand de behoefte, ja, ik wil hier meer mee. Deze kennis heb ik aangereikt gekregen. Yeah. Weet je, het is mij cadeau gedaan. Mm-hmm. Tuurlijk heb ik er tijd in moeten stoppen, maar ik heb het cadeau gekregen. En ik heb dus ook het gevoel dat ik het dit door mag geven. En toen ben ik op 1 januari een Instagram-account gestart. Kies vanuit je kracht. Helemaal gericht op informatie, kennisoverdracht rondom human design. Ja. Yeah. En ja, dan gaat het aan je kleven. Yeah. Dan gaat het aan je kleven. Yeah. Dus nu creëer ik boeken. Yeah. Human design boeken en readings, 1-op-1 readings. En nog steeds het groepsprogramma. Yeah. Yeah. Ja. Maar is dit de hoofdmotor van inmiddels wel. Ja, ja, ja. Inmiddels wel. Ja. Ja. Ja, dat is heel snel gegaan. Gaaf. Ja, ik heb... Weet je, als mensen hun eigen... Mensen beginnen vaak... Mensen horen het ergens, human design. Dan gaan ze zich in verdiepen en denken ze... Oh, weet je, dan de eerste laag. Dat is je aura-type niveau, waarvan er 5 zijn. Mm-hmm. Nou, dan herkennen ze wel wat, maar dat is wel de eerste laag. Ja, dan degene die zich aangesproken voelen, die gaan verder op zoek. Ja, en dan kom je erachter dat echt jouw chart lezen is gewoon ingewikkeld. Yeah. En het is mijn missie enerzijds om dat simpel te maken... Daarom ben ik Instagram gestart. Je kan mijn start met Human Design highlight. Dat is kies je kracht. Kies vanuit je kracht. Kies vanuit... punt vanuit punt je punt kracht. Kracht, ja. Ja. Maar daar heb ik een story highlight. Dat is start met Human Design. Aan de hand van 9 van die Instagram tegeltjes kan je je eigen chart een beetje uitpluizen. Mm. Daar ben ik begonnen. Voor mensen die gewoon heel laagdrempelig wat over zichzelf willen leren kennen. Ja, en toen op een gegeven moment is het boek ontstaan. Dus nu heb ik heb een boek geschreven, maar niet 1 boek. Yeah. Iedereen zijn eigen boek. Yeah. Gaaf. Yeah. En zo is dat een beetje gaan groeien. Yeah. Goed. Ja, goed. Gefeliciteerd. Yeah. Is dat je missie? Nee, mijn missie is om mensen te helpen maximaal te stralen door vanuit je innerlijke kracht te blijven leven. Hmm. Dat is een mooie missie. Ja. Ja. Nogmaals, ik geloof heel erg, we hebben onze missie hier op aarde als mensheid... is om een bijdrage te leveren aan de evolutie. Mm. En dat doen we volgens mij door je maximale potentie te benutten. Mm. Door niet dus in een vakje van een ander te stappen. Dus niet per se allerlei dingen aan te leren die niet van jou zijn. Maar vooral heel erg te versterken wat wel van jou is. Ja. Dus er echt een keer durven kiezen voor je uniciteit. Yes. Ja. Ja. Daar ben je mee geboren. Dus met die talenten ben je hier gekomen. Dus laten we het daar ook mee doen. Ja. In plaats van... Daarom, ik heb een enorme, steeds grotere aversie tegen ons schoolsysteem. Mm-hmm. Omdat ik gewoon niet snap dat we alle kinderen hetzelfde leren. Ja, dat ik snap die aversie. Ik herken dat wel. Aan de andere kant is het natuurlijk wel... Ja, het is een systeem. Ga het maar eens maatwerk maken. Het is onbetaalbaar en niet te doen natuurlijk. Kijk, ja, gelukkig hebben we al... Toen wij vroeger op de lagere school zaten, toen ik heel klein was, was ik gewoon een druk kind. Ja. Ja, tegenwoordig heb je ADHD en krijg je een schoolassistent, weet je. Dus in die zin zijn we al een stap verder.
Ik ben het met je eens. Het systeem gaat het ook niet lang meer volhouden. Omdat we natuurlijk ook steeds meer aandacht hebben voor het individu. En voor zelfs human design bij kleine kindjes gelukkig al meer leren herkennen. Ja. Aan de andere kant denk ik, ja, hoe dan wel, hè? Die oplossing heb ik ook niet. Nee. En ik denk ook niet dat wij en ik dat toch mee gaan maken. Ik hoor van Khalil dat hij op vrijdagmiddag een of andere training heeft over emoties, inderdaad. Ja, mooi, hè? En dan krijg ik van de juf een mailtje wat ze gedaan hebben. En dan gaat hij dat hier nadoen op vrijdagmiddag in de huiskamer. Wat voor oefeningen ze doen om assertiever te worden of om grenzen te stellen of om met hun boosheid om te gaan, noem het maar op. Dus dat vind ik altijd knap. Ik weet van andere kinderen dat ze al PowerPoint presentaties maken en presentaties geven en noem het maar op. En vroeger moest je gewoon zitten en luisteren en vooral stoppen met kletsen tijdens de les, hè? Zo. Dus dat zal onderdeel van de evolutie precies, zijn. Ik bedoel, zelfs als de spirituele groei die ontwaakt hè, door al die fases, hè, van new age naar now age. En gelukkig is er mede ook door de corona, denk ik, een hele beweging ontstaan aan de spirituele kant. Ja. Maar ook daarin, ja, dat is weer een hobbel die we met z'n allen nemen. Is het ook. Rianne, wat is spiritualiteit voor jou? Ja, ik grijp toch terug, en dat is misschien rationeel, naar de definitie van Willem Glaudemans. Ja. En het onderzoek naar bewustzijn. Ja. Van de 12 universele wetten. Ja. Of tenminste, dat is een van de boeken die geschreven heeft. Ja. En, maar het onderzoek naar bewustzijn is... en bewustzijn is natuurlijk in het Nederlands, vind ik, allemaal lastig woord, hoor. Want in het Engels heb je awareness en consciousness. Hè? Ja, precies. En, maar het onderzoek naar... Of tenminste, het onderzoek naar alles wat er in je eigen bewustzijn zich gebeurt, ontdekt, het collectieve bewustzijn. Ja. Dus het heeft met energie te maken, wat mij betreft. Maar mijn spiritualiteit is de verbinding met mezelf. En dan bedoel ik niet mezelf beschreven in aardse termen. Ik had toevallig gisteravond een Instagram live over ik ben. Weet je, wij zetten heel veel woorden achter ik ben. Hè? Ja. En dus niet in mezelf van ik ben... mijn beroep ben ik sowieso al niet. Dat is het werk wat ik doe. Maar zelfs niet mijn leeftijd. Ik ben 44, maar mijn leeftijd is 44. Ja, ja precies. Mijn leeftijd is 54, maar ik ben nog 30. Ja, jongens. Precies. Dat bedoel ik. Maar dus de relatie met wie ik ben, oneindig potentieel. Ja. Ja, dus dat is mijn spiritualiteit, die verbinding met mezelf. Dus met die energetische zielslaag in mij. En daar de ontdekkingsreis van, laat ik maar even zo zoeken. Dat is voor mij spiritualiteit. Ja. Maar daarbij ook dus de interactie tussen mijn zijn hier op aarde en het grote veld van mogelijkheden. Dus het kwantumveld, het kwantum-energetische veld in ons universum en daar de verbinding tussen, of de relatie tussen. En hoe beoefen je spiritualiteit dan? Mijn go-to methode is meditatie. Ja. Ja, maar dat... dat is voor mij zo'n rustpunt op de dag. Hm. Elke ochtend, bijna elke ochtend. Mediteren je dan? Rust. Ja. Rust dus, en relativeren. Ja. Ja. Ja, dat brengt het me. Mediteer jij dan op een thema of zeg je gewoon... Nee, ik ga zitten en ik ga zitten en dat is het. Zonder begeleiding? Ja, ja. Ja. Ik ga zitten ik laat whatever er door moet komen. Mm-hmm. Komen. Dat is... ik vind orakelkaarten of intuïtiekaarten of tarotkaarten vind ik een heel fijn instrument om mijn eigen intuïtie te trainen. Yeah. Ik ken helemaal niks van, bijvoorbeeld bij tarot, ik weet niks van betekenis van de kaarten. Nee. Maar ik kijk naar, ik kom met een vraag, ik trek een kaart en het plaatje in die kaart doet iets met mij. Yeah. En dat is niet ratio, want dat is het eerste wat het oproept, zeg maar. Ja. Dus dat is voor mij een tool in de dagelijkse praktijk, die ik veel gebruik. Ja, ik denk dat die twee combinatie. En, want als ik het goed begrijp, is jouw spirituele ontwikkeling is op Bali. Ja, daarvoor, hij is begonnen. Begonnen, maar daarvoor nul. Ik was zo rationeel als het meten. Okay. Ik was een
extreem ambitieuze corporate tante. Ja. Yeah. Erg, heel erg van status. Ja. Yeah. Nee joh, ik vond alles zweverig, raar en ingewikkeld. Heb je ontdaan van status? Ja, denk ik wel. Helemaal, ja. Nou, helemaal denk ik, geloof ik niet. Nee, weet je, ik heb ook een ego. Ja. En het zit er ook in, human design. Ik heb ook een open hartcentrum, dus bewijsdrang zit er ook vol in. Ja. Nee, zeker niet. Maar ik vind ook, ons ego is ook gezond. Ja. Weet je, die hebben we ook voor een reden hier op aarde. We zijn niet, weet je, die ontwaken in het hoger bewustzijn. We zijn hier ook op aarde om het materiële, om het te leren. Hè? Om te leren hoe het in menselijke vorm is om hier te zijn. Ja. Ben jij ook van de categorie human... hoe zeggen we dat nou? Human... kan ik het 100 keer zeggen. We're spiritual beings. Ja, having a human experience. Having a human... Ja, dat. Okay. Wat voor een experience hebben we dan als deze overigens? Als deze mens, als het overlijdt? Als jouw human experience over is. Wat is er dan nog over? Is je spiritueel? Ja, ik geloof dus inderdaad. En dat is wel ook via plantmedicijn hoor. Ja. En tenminste bij mij, de Boeve Alvarius heeft me daarbij geholpen. Ja. Ik geloof absoluut in dat wij, dat onze ziel blijft. Ja. Dat de energie blijft. Ja. Dus dat we dan, weet je, waar we dan terechtkomen, dat weet ik niet precies. Maar dat we vervolgens op een plek terechtkomen waar we ons weer verbinden met de andere zielen. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment ons nieuwe leven weer uitzoeken. Yeah. En ik heb daar een... Zielscontract. En The Journey of Souls, dat is een boek wat ik ooit gelezen heb, wat ook letterlijk die zielenreis beschrijft. Ja. Yeah. Weet je, dat zijn Duitse psychiaters. Die heeft dat door hypnose met klanten die dus in... vorige levens en dat soort dingen terecht zijn gekomen. Mm-hmm. Die dus ook beschrijft van hoe die tussenfase is tussen twee levens. Yeah. Kom je dus ergens, nou sommige mensen noemen dat de hemel. Mag allemaal voor mij. Kom je dus ergens en daar verbind je weer met je zielsverwanten. Yeah. Ja, daar komt dat woord dan vandaan. Dat denk ik. Dan, ja, dan moet het wel bestaan. Want we hebben er een woord voor. Ja. En dan daarna kies je weer een nieuwe experience uit. Zielsverwant. Ja, en ik geloof dus ook dat dit lijf, dat is de huurauto. Ja. En die lever ik over een jaar of 40, 50 weer in. Ja, een beetje afgeracht, maar iets minder waard qua uiterlijk. Ja. Maar wie ik ben, kan niet dood. Nee. En dat is ook wetenschap, hè? Wat Einstein natuurlijk mee onder meer heeft bewezen. Mm-hmm. Wij zijn energie, wij kunnen niet dood. Nee. Dus, en dat is wie ik ben. Ja. Oneindig potentieel. Ja, mooi. Ja. Maar ik vind dat nog steeds best wel een lastig onderwerp. Hè? Want dan denk ik, ja, hoe weet ik dat dan? Weet je niet. Nee. Nou ja, bij mij was het dus via een van die plantmedicijnen. Ja, nou, precies. Ja. Dat was... Wat zag je? Wat gebeurde er? Ik denk dat het ene... Zeg maar, ik vind het moeilijk om de woorden aan te geven. Ja. Ik denk dat onze taal daar nog een stukje woordenschat mist. Mm-hmm. Maar ik vermoed dat het... lijkt op een bijna doodervaring. Dus het was een en al wit licht, paramour, een en al liefde. Je was met anderen, maar die waren niet in fysieke vorm. Nee. Die hadden ook geen gezichten of geen... Maar je voelde zoveel liefde, zoveel warmte, zoveel. Er waren geen problemen meer, er waren geen issues. Je hebt geen lijf. Bizar. En... bizar mooi. Ja, ja. Was het al? Ik heb zelf paddenstoelen gedaan een paar keer. En je moet wel even ergens doorheen eerst. Ja, dat is bij paddenstoelen en ayahuasca wel. Ja. Daar heb je je ego die blijft trappelen. Ja, maar je hebt ook... je komt in die geometrische patronen waar je zeg maar, als het ware ook even doorheen moet stappen, durven. Je moet wel echt wel even het loslaten, anders kom je niet in... Ja, bij Boeve Alvarius is dat niet hoor. Hoe heet dat? Boeve Alvarius. B-U-F-O. En dan een nieuw woord, A-L-V-A-R-I-U-S. Oké. Okay. Dat is dat rookje. Mm-hmm. Het is van een kikker. Die leeft in Mexico en Arizona. En er zit vloeistof in zijn klieren. En die trekt ze eruit. De kikker blijft leven en die gaat daarna maakt weer nieuw vloeistof aan. Dus dat wordt niemand voor gedood. En dat kristalliseren ze. En dat kan je inademen. Mm-hmm.
En je bent, het is 20, de hele ceremonie is 20 minuten. Oh, oké. Okay. Weet je, paddo's okay. En ayahuasca duurt veel langer. Ja, je hebt me een halve dag bezig. Ja, nee, dat is 20 minuten. Nee, ook op een gegeven moment. Je bent meteen weg. Ja. En dan, whatever jij, whatever jij nodig hebt, mag je ontvangen. Oké. Okay. Dus dat kan een levensles zijn, dat kan... Wat maakte dat je dat wilde doen? Ik woonde dus in de community in Bali die hier voor dit soort dingen openstaan. En ik helemaal niet van oorsprong. Ik ben niet van de drugs. Ik heb ooit een keer een joint gerookt toen ik 18 was. Nou, dat vond ik helemaal niks. Dus daar maal ik niet om. Ook al angst, hè, om controle te verliezen. Nou, dit is niks voor mij, dat niet. Precies. Maar goed, een hele goede vriend van mij had ayahuasca gedaan. Yeah. En die had zo'n mooi verhaal. Dus dat fascineerde mij wel natuurlijk. En toen een andere vriend van mij, die zei van, nou, ik begin dan met paddo's. Weet je, dat is... Je bent helemaal bij bewustzijn en dat is helemaal niks aan de hand. En, dus dat hebben we gedaan in de thee, dus ook nog vrij relaxed, weet je, paddo thee. Maar dat was wel mijn eerste ervaring met hallucinaties. Yeah. En contact eigenlijk met een ander level binnen je eigen bewustzijn. Yeah. En toen vertelde ik een Nederlandse vriend daarover. En die had al meerdere ayahuasca's gedaan en meerdere boefels gedaan. En hij zei van, joh, ben je dan en dan toevallig in Nederland? Want ik... We hebben een groep bij elkaar en we hebben een sjamaan en die gaat een boefal doen. En dan wil ik je bij uitnodigen. En toen heb ik ook omdat ik vertrouwde ja gezegd. Ja, ik dat hier gaan doen. Ja, gaaf. Ja. 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 Maar heb jij ervaring met anders dan paddo's? Nee. 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 Ik heb, ja, chocobliss van Maria Johanna, dat is fantastisch. Dat zijn bonbonnetjes. Oh, en zij zegt dat daar geen ayahuasca in zit. Wij weten het niet. Het kwam erg dicht in de buurt van de paddenstoelen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond onze paddenstoelen liever zachter. Liever is niet waar. Het was ook met chocobliss korter en wel heel veel informatie gekregen. Moet ik heel eerlijk zeggen. Want wat ik mooi vind aan plantmedicijn is de metaforen eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Die als het ware worden aangeboden. En dat moet je leren ook wel. Ik denk wel dat... Weet je, je ziet op dit moment heel erg een trend van, en vooral ook jonge mensen, zo van, jee, leuk, laten we wat paddo's gaan doen. Ja. Ik denk dat dat echt absoluut jammer is. Ja. Ik vind wel iets dat je heel bewust moet doen. Maar ik denk wel dat het mooi is om het meerdere keren te doen, dat je wel echt inzicht krijgt in hoe het werkt. Ja. En mijn eerste ervaring was prachtig. Heel intens. En echt een gesprek met mijn ziel. Ja, ja. En dat was wel waardoor een van de dingen die mijn spirituele reis heeft aangezet. En dit was daar één van. Dat ik dacht, ja, ik heb nu wel gewoon echt een gesprek met mijn ziel. Mm-hmm. En die vertelt mij nu heel veel dingen die ik weer mee kan nemen om weer zelf te evolueren. Ja. En dat vind ik wel heel erg mooi. Ja. 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 Ja, is het. Het is geen sinecure. Het is niet wat je in de gemeente moet doen. En inmiddels begeleid mijn man is er heel ervaren in, dus dat helpt. En inmiddels begeleiden we ook ceremonies, niet commercieel hoor, maar alleen voor mensen die erin geïnteresseerd zijn en wat op ons pad komt. Maar absoluut niet dat wij daar een naam in willen maken of nee. Maar we groeien onze eigen paddenstoelen met heel veel liefde en aandacht. Ik moet zeggen, ze heten de Golden Teacher en ze leren je ook echt iets. Ja, dat vind ik ook. Ja, en dat vind ik wel heel erg mooi. Ja. Dus ayahuasca niet, heb ik niet gedaan. Ik heb wel vriendinnen die het inmiddels gedaan hebben in Nederland. En die ook de beschrijving die zij geven komt heel dicht bij mijn ervaring met de paddenstoelen. Ja. Dus, ik heb 3 keer ayahuasca gedaan. Ja. Geen 1 keer overgegeven. Wat de mensen altijd zeggen. Ja. Maar je moet eerst de afval niet. Wel huilen, dus dat is een andere manier van afval scheiden. Ja. En 3 keer totaal andere ervaring. Ja. Weet je, de eerste keer heel mooi, heel veel mooie. Het was echt prachtig. De tweede keer was heel erg helend. Yeah. Heel veel verdriet. Yeah. En de derde keer was wat kalmer. Yeah. Maar dus het is wel, elke keer krijg je iets anders. Mm. En dat vind ik mooi. Yeah. Ja. Ja, absoluut. Ja, nogmaals, geen weekend drug day eventjes zo moet doen. Nee. Het is echt een spirituele groei, denk ik. In dat zin. Wat doe je nog meer over je eigen spirituele groei? Of heb je er een missie mee? Heb ik daar een missie mee? Nee, misschien, maar niet één die ik heel erg goed kan benoemen. Mm-hmm. Anders dan dus dat ik mensen gun dat ze in contact komen met hun eigen ziel. Zoals jij dat zo net zo mooi zei.
Of hun eigen onderbewuste. Een eigen bewustzijnveld. Ja. Want het maakt je leven hier op aarde zoveel rijker. Ja, ja, absoluut. En weet je, wij zijn natuurlijk van een generatie die zo erg op het cognitieve... daar leggen we de aandacht op. Ja. In ons werk, op school. Het gaat heel erg over ratio en over cognitie. En dit is natuurlijk een onderdeel wat we rationeel niet altijd even goed kunnen begrijpen of analyseren. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat het niet waardevol is. Nee. Dus die verbinding daarbij en dat je daarvoor open staat en dat je die reis zelf gaat maken. Yeah. Ja, dat gun ik mensen wel. Yeah. Ja. En dat maakt wel dat... weet je, ik ben nu een paar jaar bezig in dit proces en nog korter... om het uit te dragen. Nee. En dan, weet je, nu ontdek ik natuurlijk steeds meer mensen die hiermee bezig zijn. En ik weet niet of die groep in zijn geheel aan het groeien is. Of dat ik me er gewoon bewust word van dat er meer mensen zijn. Dat weet je nooit, hè? Ja, precies. En ja. Weet je, de algoritmes van social. Mijn wereld wordt dit nu. Ja. Maar ik heb even het verlangen of de hoop dat het totaal aan mensen wat hier zich mee bezighoudt aan het groeien is. Ja. En dat vind ik wel mooi om daar onderdeel van te mogen zijn. Ja. En als nou iemand bij jou komt en de eerste insteek is human design. Iemand is op spirituele zoektocht. Wat zou je zo iemand dan verder adviseren? Begin bij je eigen bewustwording. Mm-hmm. Weet je... En dat vind ik ook, het woord aan zich krijgt vaak lading, hè? Ja. En voor mij is het ook, houd gewoon heel erg dicht bij jezelf. Ja. En ik ben heel praktisch aangelegd. Ja. Dat is ook wat mij aanspreekt in human design. Ja. Dat is lekker praktisch. Ja. Dus ga op zelfonderzoek uit. Ja. Waarom doe je de dingen zoals je doet? Wat zit daarachter? Waarom heb je de overtuigingen zoals je die hebt? Wat zit daarachter? En ga op zelfonderzoek. Ja. En dan kom je volgens mij op een gegeven moment gewoon toch wel bij een diepere laag van jezelf uit. Ja. En ja, daar begint wat mij betreft een spirituele ontdekkingsreis. Ja. Voor mij is spiritualiteit dus niet iets buiten jezelf. Nee. Nee. Het is van jezelf, in jezelf, het contact met jezelf. Esther in mijn vorige uitzending zei, het is voor mij... mezelf leren kennen in wie ik ten diepste ben. Ja. Zo. Ja. En dus, waar dat is zo, er is ook zo'n stroming die zegt, je moet niet te veel aan persoonlijke ontwikkeling doen, want je bent al goed zoals je bent. Dus waarom zou je daar nog meer aan sleutelen? Ja, maar voor mij, dat vind ik een mooie uitspraak. Sleutelen. Ja, voor mij is persoonlijke ontwikkeling ook, het woord ontwikkeling is voor mij een ja, het is voor mij niet... Ik denk in het bedrijfsleven denken we aan ontwikkelen, iets erbij leren. Ja, maar ja. Het is ont... Het is afwikkelen. Afwikkelen, ja. Weet je, het is iets eraf halen. Persoonlijke afwikkeling kunnen we dan beter noemen. Veel beter. Nou, die gaan we meteen op Instagram zetten. Rianne. Het is persoonlijke afwikkeling. We zijn eruit, het is persoonlijke afwikkeling. Het is terugkomen bij jouw essentie. Ja. Dat is voor mij persoonlijke ontwikkeling. Ja. En daarnaast is het handig om in het bedrijfsleven allerlei vaardigheden aan te leren. Tuurlijk. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we met z'n allen beter leren communiceren. Want niet iedereen gaat dit pad doen. Hè? Nee. Dat hopen we dan uiteindelijk over 100 jaar misschien. Maar, nee, eens. Dus die persoonlijke ontwikkeling in het bedrijfsleven, die hem zit op vaardigheden en cognitieve dingen. En dat is dan prima. Maar ik ben het wel eens, want anders je blijft ook wel sleutelen aan jezelf. En dan ben je nooit af. Dat vind ik ook raar. Nee, misschien is dat ook wel een van de redenen waarom ik me zo aangetrokken voel tot human design. Want human design is een weergave van jouw aangeboren talenten. Dus wie je bij je geboorte was. En daarbovenop dus de laag wat aangeleerd is. Ja. En vaak is hetgeen wat we aangeleerd hebben, moeten we afwikkelen. Als het gaat over de persoonlijke dingen. Ja. Dus niet over vaardigheden. Hè? Nee. Dus niet over skills. Nee. Maar weet je, we zijn, je bent gewoon misschien opgevoed met het idee hard werken. Absoluut. Weet je? En dat ben je nu aan het afwikkelen. Ja. Dat mag ook gewoon makkelijk gaan. Ja. Nou, jouw human design laat zien, joh, je bent geboren om vooral heel veel plezier te hebben. Ja, ja. Ik dus heb het spelen weer teruggevonden. Spelen weer teruggevonden. Dus daarbij terugkomen. Ja. En misschien is het voor mij dan ook wel iets wat de reis versnelt. Mm-hmm. Want je krijgt gewoon een plaatje van, joh, weet je, hiermee ben je geboren. Dit is aangeboren. Als je daar weer mee verbinding komt, dan kom je dichter bij jezelf. Ja, ja.
Ja. Ja, en in die zin is ook het raakvlak wel toch wel met disc, vind ik, zie ik. Ik heb me wel altijd wel een behoorlijke disc fan. Ja, de hele makkelijke definiëring van de vier persoonlijkheden. Dominant, inspirerend, sociaal en consensueus. Consensueus, analytisch. Waarbij ik ook wel geleerd heb van, joh, weet je, ja, ik word nooit een analyticus. Dat gaat hem niet worden. En die mensen, daar kon ik altijd vroeger verschrikkelijk moeilijk mee overweg. Inmiddels beter natuurlijk, omdat ik snap hoe het werkt. Daarin verkondigde ik ook altijd in de trainingen, joh, ga vooral niet focussen op wat je niet kan of waar je niet goed in bent, maar focus op waar je goed in bent. Precies. En versterk dat nou maar. Ja. Maar erken dat dat er niet is. Ja. En zorg dan in je team dat je iemand erbij hebt die dat wel kan. Ja. Hè? Ja, dan gaat dat disc wel veel meer over, hè, uiteindelijk dan in teams. Dat zou ik bij dit nog niet zo zien. Bij de human design is echt heel erg over jezelf. Ja. Heel erg inclusief je spirituele kant. Ja. Heb je van de psychosynthese gehoord? Nee. Okay. Ja, dat is misschien, dat kan ik nog wel aanraden om te luisteren naar de aflevering met Monique. Die had psychosynthese gestudeerd. Dat is een soort psychologie plus de ziel. Oh, dat vond ik ook mooi. Zo. Weet je wel, maar dat was dan weer een 3-jarige opleiding. Daar heb ik toch wel geen zin in. Maar ik ben klaar met opleidingen en cursussen. Maar wel ook dat ik dacht, oh, dat is dus daar belegd. Maar als je nog niet bezig bent met spiritualiteit, dan weet je dus niet waar het belegd is of waar je het wel en niet kan doen. Vinden of toepassen. Nee. Of et cetera. Ja. Ja, voor mij zou, zeg maar, als mensen op spirituele ontdekkingsreis zouden willen gaan, dan zou ik beginnen bij alles rondom zelfbewustzijn. Ja. Yeah. En dat is dan inclusief human design. Ja, uiteraard. Human design. Ja, tuurlijk. Moet je bij Rianne beginnen, jongens. Moet je bij mij beginnen. Maar dat ook als je daar nog niet aangesproken voelt, je hebt zelfbewustzijn. Welke tools dan ook. Ja. Maar zoek het niet buiten jezelf. Nee, precies. Ja. Ja. Ze zeggen dat toch even vanuit de religie, waar ik ben absoluut niet gelovig. Ja. Maar dan even toch iets wat in de Bijbel schijnbaar al staat, heeft een vriend mij ooit verteld, dat het gaat over de God in jezelf. Ja. Oh ja. En dat vind ik gewoon heel mooi. Ja, precies. Ja, ja. Mooi. En je liet de loopse Willem Glaudemans even vallen qua boek. Zijn er boeken die jou heel erg geholpen hebben of geïnspireerd hebben op dit pad? Ja? Heb je even? Huh? Ja, heel veel. Nee, noem er eens 3 maximaal. Willem Glaudemans, ja. Is het Goudemans of Glaudemans? Glaudemans, hè? Ja, Glaudemans volgens mij. Jeetje, Mina. Daar begin ik. The Big Leap van Gay Hendricks. Ja, yeah. Want? Ik weet eigenlijk niet of die in het Nederlands bestaat. Mm. Grote sprong voorwaarts. Ik weet echt niet. Gay Hendricks is een van de eerste boeken die ik heb gelezen. En dat gaat over dat je erachter kunt komen welke patronen waardoor we onszelf klein houden. Mm. Weet je, dat zijn ingesleten patronen, aangeleerde patronen. Welke belemmeringen jezelf aanhoudt. Dat was voor mij een van de eerste boeken die ik las. Ik was nog nooit zo met mezelf bezig. Hmm. Weet je, ik was heel erg met de buitenwereld bezig. Yeah. Status. Yeah. En goede werk doen. En geld verdienen. Yeah. En ook gezelligheid. Maar niet zo. Hmm. Ik had nog nooit eigenlijk. Veel spiegelwerk. Nee. Ik heb ooit een van de eerste in 2001, denk ik, toen ik net. Nee, nog eerder wel. Toen ik bij de Jabers werkte. Een opleiding of cursus, hoe noem je het, training gedaan bij De Baak. Ik en de anderen heette dat. Yeah. Dus een van de allereerste dingen op persoonlijke ontwikkeling gedaan. En dat vond ik wel grappig, maar nou ja, had ook niet heel veel. Instrumenteel. Ja. 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 En. Dat is op zich prima opleiding. Was prima. Yeah. Ja. Eerst 3 dagen deed ik en daarna in relatie tot de ander. Nou, hartstikke leuk. Ik was alleen mateloos geïrriteerd, want ik moest er allerlei dingen doen die helemaal. Ja. Weet je, ga in het blauwe hinein tekende wie je bent. Ja, daar kan ik helemaal niks mee met dat soort vragen. Ach man. Maar goed, The Big Leap was de eerste keer dat ik met persoonlijke ontwikkeling aan de gang ging. Dus dat heeft indruk gemaakt. Over dat je met patronen tegenkwam. De boeken rondom. Reïncarnatie. Mm-hmm. Dus wat ik net zei, Journey of Souls. Dat weet ik niet. Volgens mij de reis van de zielen. Michael nog iets? Laten we even opzoeken. En er is nog een andere, Many Lives, Many Masters. Dus vele levens, vele meesters. Die gaat over dat. Allebei zijn psychiaters die met cliënten gewerkt hebben. De ene die heeft verslaglegging gedaan van
de verschillende levens. Ja. Dus echt weet je, dat jij onder hypnose wordt gebracht en dat je dus teruggaat in verschillende levens en daar de beschrijving van. En die andere, de Journey of Souls, dus de reis van de zielen, die gaat over dat tussenstukje, tussen dat moment dat je overlijdt en dat je weer reïncarneert. Daar zit natuurlijk ook tijd tussen. Ja. En wat daar gebeurt. Nou, en die twee boeken, die waren razend interessant over... Ja, dat er echt veel meer is dan wat wij hier op aarde aardse ervaren. Dat aardklootje hier doen. En daarbij trouwens ook het boek van Anita Morjani, Dying to be Me. Dat is een Indiaanse dame, opgegroeid in Hongkong. En die heeft getrouwd, een vorm van kanker. Heel veel uitgezet, uiteindelijk stage 4, dus stadium 4. Afgeschreven, weet je, het spijt me, je gaat dood. In het ziekenhuis terechtgekomen in de laatste dagen. Toen is ze overleden. Ja. Maar zij beschrijft dus daarna wat er daarna gebeurde. Dus dat ze omhoog, dat ze zichzelf zag liggen. Dat een, ze de, bijna als een bijna dood. Het was een bijna doodervaring. Ja, zij zag haar man met de arts in de gang praten. In de hemel of het hiernamaals kwam ze haar vader tegen. En daar had ze een gesprek mee. En toen, dus het is nog niet jouw tijd. Ze is teruggekomen in haar lijf. En 4 weken later was er geen kanker meer te bekennen. Nou, en de artsen die hebben haar nog maanden in het ziekenhuis gelaten omdat ze het niet geloofden. Dus nog een keer onderzoek. Yeah. En zij heeft uiteindelijk is haar missie dus hier op aarde. Zorg nou goed voor jezelf. Yeah. Volg je eigen joy. Yeah. En Dying to be Me heet dat boek. Hij heeft zoveel indruk gemaakt. Zij doet masterclasses en zo geeft ze. Dus dat heeft heel veel indruk gemaakt. Gaat. Dat heeft mijn wereld geopend. Mm. Mijn perspectief geopend van er is veel meer dan... Dan hard werken dan en hard een werken, dure auto. En, En hoe ziet je leven er nu uit? Heel lekker. Ja. Yeah. Ja, heel fijn. Ja, ik ben dus letterlijk een nieuw bedrijf aan het vormgeven. Ja. Yeah. En dat doe ik voor het eerst helemaal vanuit overgave. Hmm. En vanuit, volgens mijn human design. Mijn human design is een projector, wacht op een uitnodiging... Dus ik creëer niks voordat ik uitgenodigd word. Dus het boek wat er nu ligt is omdat ik daartoe uitgenodigd werd. De 1-op-1 sessies doe ik nu omdat er uitnodiging lag. Dus alles ontstaat. Dat is heel chill. Yeah. Ook een diep innerlijk vertrouwen dat er dus altijd wel iets komt. Yeah. Ook spannend lijkt me. Nou, of soms niet, wel. Nee, het is echt meer. Een overgave. Yeah? Okay. Echt zo'n diep vertrouwen dat het goed komt. Wat ik nu doe, mijn dagelijkse leven nu, had ik een jaar geleden niet kunnen verzinnen. Dus dat hele masculine hè, van doelen en strategie planning. En plannen. Ja, dat heb ik helemaal losgelaten. Wat echt zo bizar is, want dat was mijn werk tot 2016. Yeah. En die energie zit natuurlijk ook nog wel in mij, maar dat helemaal losgelaten. En ja, mijn dagen zien eruit. Ik vind het heerlijk om content te creëren. Dus blogs te schrijven, Instagram content te maken. Dus kennis over te dragen van over human design. Mm. In combinatie met de andere tools. Want mijn coachesprogramma gaat ook over emotionele intelligentie. Gaat ook over NLP. Die diversiteit vind ik leuk. Die verbinding tussen al die tools om je bewust te worden van jezelf. Op emotioneel niveau, mentaal niveau, fysiek niveau. Dat vind ik leuk. Yeah. Dus om daarvoor te creëren. Ja, en dan samen met klanten die dan af en toe een reading komen doen. Ik mag boeken schrijven, gemiddeld zo'n 8 à 10 in de week. Dus ik krijg elke dag kijk ik naar Human Design Charts. Je kan op Instagram heb ik de dienst ook, of heb ik het aanbod voor mensen die er nog niks van af weten. Die kunnen mij een DM sturen met een foto van hun chart. Op mijn site of op mijn Instagram kan je vinden hoe je dat moet doen. En dan doe ik via voice memo's, geef ik ze 3-4 minuutjes, spreek ik in, wat eerste inzichtjes. Leuk. Dat is puur om ze kennis te laten maken. Yeah. Je kan mij geen groter cadeau geven dan, dit dan jouw chart door mij te laten lezen. Yeah. Ik vind het genieten. Gaaf. Ja. Dus zo, je straalt ook enorm mee. Ja, dus zo. Yeah. En dan daarbuiten, ik heb een fantastische kat, Joy. Toevallig dat ze Joy heet. Ja, een jaar oud. En hele lieve vriendinnen in mijn omgeving. En je woont in Doetinchem. Arnhem. Arnhem. Ja, ik woon in Arnhem. Hoe kom je naar bij Doetinchem? Daar hebben we gewerkt. Ja, dat was het. Bij Riet. Ja. Waar woon je in Arnhem dan? Sonsbeek. Oh, ja. Leuk. Dus vriendinnen op loopafstand. Ja. Dus mij, het leven is fantastisch. Yeah. Ja, mooi. Dank je wel. Dank jou wel. Is er nog iets tot slot wat je graag kwijt zou willen?
Nee, we hebben een cadeau. Ik heb een cadeautje voor jouw luisteraars. Ja. Dat mochten zij willen starten of, ja, in Human Design. Zich willen verdiepen in hun eigen Human Design. En leren van, wat is mijn gebruiksaanwijzing? Want dat is het. Human Design is eigenlijk de gebruiksaanwijzing waarvan je wil dat die ouders die bij je geboorte hadden gekregen. Dan kan je gebruik maken van de kortingscode. Ja. Wil je dat ik hier noem? Ja, dat is goed. En dan zoek ik dat straks ook in de show notes opnemen. Nou, met boek 11. Dus in de, als je, zeg maar, mijn website is kiesvanuitjekracht.nl. En dan kan je Human Design boek. En dan in de checkout, dus in de winkelwagen, boek 11 als kortingscode. En dan krijg je 11% korting op de aanschaf van je boek. Nou, hartstikke leuk. Dus voor mensen die daar mee aan de gang willen. Ja, nou, mooi. Ik ga dat allemaal nog noteren natuurlijk. Super bedankt voor je mooie verhaal. Ja, en natuurlijk voor mijn boek. Ik zit de popelen om te gaan lezen nu. Maar ik ga eerst lekker broodje voor je maken. Oh, heerlijk. Ja? Ja, heel graag gedaan. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, top. Ja.